Je bent ook Surinaams international geworden. Ja, ook dat. Ja, en die spelen binnenkort de Gold Cup. Ja. Alleen, nou heb ik begrepen dat jij ervoor gekozen hebt om hier te blijven. Hè? Leg ja, uit. In overleg met de club is dat tot stand gekomen, de interesse. En daar hebben we samen over gehad. En ik heb ook met de trainer van Suriname gesproken, Dien. En, Dien Goré. Dien Goré, inderdaad, sorry. Ja. Zijn we tot deze conclusie gekomen. Ja. En dat is puur om lekker te gaan wennen hier bij Almere City FC. En in ieder geval niet een heel groot gedeelte van de voorbereidingen. Ja, ik ben eigenlijk al snel gewend hoor, moet ik zeggen. Dus dat gebruikt hij. Ja. Maar om gewoon lekker hier te spelen en te trainen. En dat wil de club graag. En ja, uiteindelijk wil ik dat ook graag. Het was hartstikke mooi met Suriname. En misschien nog in de toekomst. Alleen op dit moment... Ik mis wel een heel mooi avontuur. Bijvoorbeeld Koolwijk gaat er wel heen. Hè? Nee, hartstikke, zeker. Maar ik heb mijn volle verstand samen met de club nogmaals hier voor gekozen. Ja. En dan gaan we gewoon hier een hartstikke mooie tijd maken. Kijk, we hebben wel gezegd van, joh, luister, je komt nieuw bij de club. Dan is het niet heel handig als je na 2 trainingen, 3, 4, 5 weken, afhankelijk van hoe ver ze komen, weg bent. Nou, zo zat hij er ook in. Dus dat was in goed overleg hebben we dat wel besproken. En hebben we gezegd, ja, als we hiervoor willen gaan, dan moeten we er ook vanaf dag 1 voor willen gaan. En zo zat hij er gelukkig ook in. Dus prima. En Ryan Koolwijk gaat wel naar de Gold Cup. En dat ligt dan anders omdat hij al helemaal geïntegreerd is hier. Nou, dat ligt niet anders. Kijk, alle spelers mogen zelf een keuze maken. Want formeel gezien moeten wij als club ook medewerking verlenen aan nationale teams. Alleen Ryan kiest daar op dit moment voor. En ieder zijn eigen keuze. Nou speelt Suriname binnenkort de Gold Cup. Hè? Dan heb ik begrepen dat hij daar niet aanwezig zal zijn. Hè? Hij prefereert om hier te blijven. Ja, hij wil wennen aan zijn nieuwe club. En hij laat de Gold Cup schieten. Ja, en Koolwijk gaat wel gewoon, hè? En Koolwijk gaat wel. Ja, dat kan misschien wel consequenties hebben. Maar die zijn voor hem. Ja, maar jij kan hem ook niet tegenhouden natuurlijk. Nee, maar dat. Kijk, het is natuurlijk wel zo, hij speelt daar wedstrijden. En de fysiek doet het niet wat met hem. Alleen je hebt wel als trainer natuurlijk op een gegeven moment een team kneden en samenspelen. En die moeten wennen aan jou, jij moet wennen aan je spelers. Ja, en als hij er dan voor kiest, maar dat hebben we met onze keeper ook, hè. Die gaat ook naar de Olympische Spelen. Michael Wout met Nieuw-Zeeland. Ja. Ja, dus die ben je ook tijdens de Spelen... Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie uitdagingen voor die jongens ook. Dus die wil je ook niet ontnemen. Mogen we ook niet ontnemen. Dat staat gewoon op de FIFA-kalender. Dus dat zijn persoonlijke keuzes die jongens maken. En ik ben blij dat Ramon gekozen heeft om te blijven. En voor Koolwijk is het zo dat ik hem veel plezier wens in Suriname met de Gold Cup.